Wie Nichtevecht vanuit Loenen binnen wil rijden, moet over deze brug. Maar de laatste tijd is dat niet altijd mogelijk. Hij staat heel vaak gewoon omhoog, gaat hij niet meer naar beneden toe. Vroeger werd hij automatisch bediend op afstand, maar daarna is er een brugwachter bijgekomen opeens. En sindsdien, het gaat niet goed. Nichtevechter Geert-Jan van Oosten en vele dorpsgenoten met hem maken zich zorgen over de brug. De ophaalbrug was volgens Van Oosten het afgelopen jaar al zo'n 10 keer stuk. Afgelopen weekend was het weer mis, hè? Ja, hij heeft uren omhoog gestaan. Ik geloof 3-4 uur. Ja. En dat is niet alleen vervelend voor inwoners die van A naar B willen komen, maar ook voor de hulpdiensten. Brandweer die nu aan deze kant zijn kazerne heeft, die gaat binnenkort verhuizen naar de overkant. En 95% van het dorp zit aan deze kant, 5% aan de andere kant. Ja, het is natuurlijk vervelend om daar een brandweer te hebben en een brug die niet gewoon betrouwbaar is. Volgens Waternet, de beheerder van de brug, had de storing van afgelopen weekend te maken met een kapotte sensor. De brugwachter kan er niet zoveel aan doen en het probleem niet zelf verhelpen. Dan moeten we een technische dienst bellen. Ja, en die komen dat herstellen. Meestal is er een sensor kapot of staat hij niet goed gesteld. Waternet belooft beterschap en de onderdelen van de brug nog eens goed na te lopen om toekomstige storingen te voorkomen. Van Oosten hoopt er maar het beste op en blijft optimistisch. Nou ja, we zijn een land van water en bruggen en rivieren. Dus ik ga ervan uit dat Waternet in staat is om dit probleem voor ons dorp snel en op een goede manier op te lossen.